Shalona, ik ben Erika van Radio Depot. Wat was jouw eerste indruk toen je binnenkwam? Ik dacht, amai, ik ben hier eindelijk. Ik keek er wel naar uit, want je hebt dan zo in april je filmknop opgestuurd. Je krijgt dan mij te horen van, hé hey, ja, je mocht meedoen, dus je kijkt hier echt naar uit. En dan ben je hier eindelijk en dat is echt wel happy en een beetje stressvol, want je moet dat hier morgen allemaal. En wat vind jij tot nu toe van de opsluiting? Ik vind het wel de max. De max. Oh ja, je hebt elkaar al een paar keer gezien, maar tot nu toe dat iedereen toch zo een tof gevoel. En je komt allemaal een beetje door dezelfde hoofdlengte, maar toch andere ideeën en dat is wel leuk. Ja, een gezellig gesprek, dat was vooral wat mij opviel, dus hoe dat wij allemaal zo goed overeenkomen met elkaar. Dus dat was de eerste indruk en ja, spannend, want je weet niet hoe dat je eraan moet beginnen, maar wel interessant. En wat vind jij tot nu toe van de opsluiting? Ja, het is een heel uniek project en het is, ik heb er wel wat stress voor en het is spannend omdat je zit hier met mensen die dat je niet allemaal kent en je maakt iets op een korte tijd. En in een unieke omgeving, dus dat is fijn dat je zo'n kans krijgt. Kan je ons misschien ook al een klein beetje verklappen wat wij gaan iets maken met tekst in een installatie in het museum rond tijdsbeleving.